Goedemiddag, mijn naam is Lander de Vleeschouwer. Ik ben adjunctdiensthoofd van het laboratorium. Ik ben ook verantwoordelijk voor alle IT-systemen en alle toestellen binnen het labo. Dus wij werken hier met een team van 15 laboranten en wij hebben ook een ambulante bloedafname. We hebben ook 3 klinisch biologen en wij beheren de domeinen klinische biologie, microbiologie, hematologie, immunologie en een klein stukje toxicologie. Wij verwerken ongeveer 300 à 400 stalen per dag en wij zijn 24/24 zijn wij bemand en voeren wij analyses uit. We hebben gekozen voor een automatisch systeem omdat wij hebben in de eerste plaats voor Beckman en Analyse gekozen omdat zij al jaren een vertrouwde partner zijn van ons. Omdat wij ook onze grootste chemie-analyzers komen van bij Analyse en zijn van Beckman. En daarom was de keuze evident om met Beckman in zee te gaan en met Analyse. Dus het grootste verschil is dat we nu veel minder hands-on time hebben op de stalen. Dus pre-analytisch is het voor ons een heel groot verschil, de foutenmarge verkleint. We hebben meer tijd om eigenlijk met andere zaken bezig te zijn, waaronder een stukje kwaliteit, validatie van de resultaten. Dus eigenlijk moeten we veel minder rondlopen met stalen in onze handen en van toestel tot toestel gaan staan. Dus voor ons is dat wel veel gemakkelijker geworden. Dus wij zien ook een sterke verbetering in THT, omdat dat toch wel een van de belangrijkste kwaliteitsindicatoren is in de huidige settings, vooral voor urgenties. Dus wij zien een duidelijke verbetering, dus een daling van de THT op onze 3 grote analyzers. Dus in zaken chemie, in zaken urgentieparameters. Dus dat is wel een zeer grote verbetering. Dus wij hadden daarvoor de Autometal staan. Dat is eigenlijk een alicotter. Moest er nu een technische interventie nodig zijn op de DXA of een pannen, wat gelukkig niet vaak voorkomt, dan kunnen wij de Automate als backup gaan gebruiken. Dus wij kunnen ten alle tijde kunnen wij blijven werken, ook zonder de DXA. Voor ons was het natuurlijk ook gemakkelijk omdat we al vertrouwd waren met de Remisol. Dus configuratiegewijs hadden we al heel wat kennis in huis. Samen met de ondersteuning van Analyse hebben we eigenlijk zeer vlug de DXA kunnen implementeren. Dus dat was wel een pluspunt, omdat we al die ervaring hadden met Remisol en met AU en DXI. Uiteindelijk is dat allemaal zeer vlot gegaan. Dus laat ons zeggen, de initiële opbouw een 14-tal dagen en dan stond het grootste stuk hier al. Dan moet er natuurlijk veel geparametriseerd worden, maar dat is eigenlijk allemaal zeer vlot gegaan met een minimum aan hinder voor de laboranten. Dus eigenlijk is onze dagelijkse routine niet in het gedrang gekomen. En eens we begonnen zijn met de parametrisatie, zijn we eigenlijk op 2 maanden tijd zijn we eigenlijk live gegaan. Dus natuurlijk in België worden artsen opgeleid om een zo minimum aan testen aan te vragen initieel. En dan gaan ze verder gaan kijken, dus bij aanvragen. Vroeger moesten wij dat allemaal manueel gaan uitzoeken, moesten wij lijsten controleren, moesten wij in de diepvries en de frigo gaan kijken en ons talen zoeken. Nu gebeurt dat eigenlijk volautomatisch. Dus wij steken in ons lessysteem de bijaanvraag bij. Die wordt doorgestuurd naar Remisol en Remisol heeft de opdracht aan de DXA om eigenlijk het staal automatisch uit de storage en naar het testbetreffende station te sturen. Dus dat is een heel grote verbetering voor ons. Vooral omdat we hier in België gewend zijn van met systemen te werken waar heel veel bijaanvragen gebeuren. Analyze. More than your label of trust, a label of quality.